Beste kijkers, zeer hartelijk welkom bij mijn dagelijkse videocoaching en wel van 3 oktober met zometeen natuurlijk aandacht voor onze eigen AIX-index en 2 fondsen waar toch wel steun verwacht mag worden. En dus zijn het aanstaande koopkansen en dan heb ik het over Adyen en Galapagos. Eerst even AIX. Het blijft aanmodderen met voor de 6e en 8e dag een beetje plus, een beetje min. Met elke keer de 800, de 910 passage als een soort magneetkoers. Elke keer lijkt daar de markt wel heen te willen trekken. En dat betekent een zijwaarts koerspatroon. En dat is dan weer in afwachting van een nieuwe significante beweging. Waarbij de verwachting is toch dat we uiteindelijk naar boven toe gaan uitbreken. En dan heb ik het natuurlijk over 919 plus en daarboven 923 plus. De indicatoren wisselen door het zijwaartse patroon rap van stand, dus daar hebben we eigenlijk niet zo gek veel aan. Ik hou wel de RSI even in de gaten als spanningsmeter, die toont nog steeds een gematigd positief momentum. Dus de bulls willen wel, alleen ze moeten in staat zijn om voldoende witte candles te produceren en niet afwisselend wit-zwart. Ze moeten een beetje af van het zebra patroon. Dus het zou betekenen morgen, misschien aan het eind van de week, nog een leuk sprintje. In ieder geval de opmaat richting die 9,19 en hoger. Zo niet, dan blijven we toch een beetje aankwakkelen, aanmodderen rond de huidige niveaus tot een fractie lager. De trend als zodanig komt pas in gevaar onder de eerste Fibo-grid. En die ligt zo'n beetje op 9,05 in het veld. En daaronder, 9,01, daar komt de SMA-lijn het beeld binnen. Dus er is nog wel wat ruimte onder in het veld, maar het liefst zien we natuurlijk, gelet op het totaalplaatje, toch wat bewegingen naar boven. Het is dus uitzien naar opnieuw een witte candle, liefst bevestigd met niet alleen de RSI, maar ook de swingteller. Dan krijg je vanzelf bescheiden turbolongposities richting de rode zone die ik genoemd heb. Over steun gesproken en mogelijke oplevingen, dat mogen we ook verwachten bij Adyen. Vandaag weliswaar een klein minnetje gescoord, maar kijk wat er gaande is. Een prima propositie voor de kort op de balspelers die het motto oude weerstand wordt nieuwe steun omarmen. We zien nu voor de tweede achtereenvolgende dag een doji candle waarbij de low van die candle keurig opveert elke keer vanaf de 13.35 passage ongeveer. Is op 13.35, even spieken. Ja, 13.37. Laten we het afronden op 13.35. Elke keer een opveerbeweging richting de rode streep op 14.15. Dus het is een beperkt speelveld. We zien ook hier eigenlijk niet echt een mooi proces van hoger top, hoger bodems. Maar dit fonds, dit speelveld is interessant, gelet op het genoemde thema. En alles boven 13.35, dat betekent anticiperen op een beweging naar 1400 ruim. Daarboven dan kunnen we wat meer trendmatigheid verwachten. En wordt het ook voor trendvolgende beleggers weer interessant om posities verder te gaan uitbreiden. Op dit moment dus of heel bescheiden koopposities, gelet op het charttechnische plaatje, of wachten op bevestiging vanuit de indicatoren, aan u de keuze. Een ander fonds wat de steun aanbiedt en dus anticiperende koopkansen, dat is Galapagos. Heel klein minnetje vandaag gescoord. En hier zien we de contouren van een, oké, met een beetje fantasie wellicht, een dubbele bodem. En dan heb ik het over 22,60 tot 22,50. En dat vindt plaats netjes boven de gemiddelde lijn. Die ligt op afstand op afgerond 25. De RSI redelijk vlak, dus ook hier geldt dat er niet echt veel sprake is van goed positief momentum. Maar dat kan veranderen op het moment dat de bulls in de gaten hebben dat ze mogen opveren vanaf 25,60 richting uiteindelijk de rode zone op 27,80. Het gaat allemaal schoorvoetend, maar wit is de gewenste candlekleur. Bij een nieuwe witte candle op 25,60 zijn er wel degelijk koopkansen voor de anticiperende trendvolgende beleggers. Ik wens u een plezierige avond.